Deze prachtige St. Keynes van Adelaide Capsey schildert zij indrukken van herfstachtige novemberbeelden en geluiden, voetstappen, dolende geesten, brekende bladeren. Volgens mijn indrukken kleurt ze een diversiteit van emoties en vervreemding in deze gedichten. Ze spreekt over gevangenschap in de tijd, broosheid en onbewijsbare dreiging. Subtiele aanduidingen met de neerdorrelende sneeuw, een witte nachtvlinder en een herfstig, doorzichtig, bleke maan. Thank you.
The warning. Just now, out of the strange, still dusk, as strange as still, a white moth flew. Why am I grown so cold? Above the bulk of crashing waters, crashing, crashing waters.